Jij jongen met je mooie blonde krullen. Hoe kom je daar ook weer terecht tussen al die zwarte pietjes? Oh, wacht eens even, ik weet het alweer. Jij bent Basje Parlevliet, ja, ja. En jij wilde Piet worden. En je hebt je toen verstopt op de boot naar Spanje, precies. Het werd je gesnapt, maar je mocht toch mee naar Spanje. Ja. Oké, Pietermannen, opstaan. 7 uur. Tandjes poetsen. Ontbijten. Hey, ochtendgymnastiek. Yay! Hallo, goedemorgen. Zo, ik ben klaar. Nou, kijk eens in de spiegel. Ben je klaar? Ja. Oké, dan gaan we. Hé, hey, we hebben straks klimgymnastiek. Ah, lekker! Klimgymnastiek. Wat sta je nou te doen, man? Ik kijk of ik al zwart word. Kijk, hier is een zwart plekje. Dat zat er gisteren nog niet. Maar ben je te dom, Bas? Denk je nou echt dat je vanzelf zo zwart kan worden? Kijk, hier, dit is wit. Kijk, dit is zwart. Op aas? Aas, juffrouw. Heel goed. Ja, kom maar binnen. Oh, Bas, nu komt er iets heel moeilijks. De rijmklas. Hallo, juf. Dit is Bas. Oh, jij bent dus Bas. De witte jongen die Zwarte Piet wil worden. Ja. Hè? Kijk, Bas, hier leren wij dichten. Kan je een beetje rijmen? Ja, ik kan best goed rijmen. Wat rijmt er dan op Bas? Bas, klas. Bas zit in de klas. Heel goed, Bas. Kan je verder nog rijmen, Bas? Bas zit in de klas. Zeg jullie naar die hoek, hè? Bas zit in de klas. En waar het die zwart was. Nou ja, ga jij daar maar zitten, jongen. We maken nou een rijmpje van 10 regels. Hou op met giebelen daar, anders stuur ik je naar Pedro en die heeft wel een klusje voor jullie. Goed? De eerste zin zeg ik en de rest van het gedicht maken jullie zelf. En de eerste zin is... O, o, dacht Zwarte Piet. O, 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 wat is dat moeilijk, hè? O, o, dacht Zwarte Piet. Wat moet je daar nou mee beginnen, als je zelf wit bent? O, o, dacht Zwarte Piet. Zwart worden kan niet. Zwart worden kan niet. Nog niet klaar, Bas? Zullen we het morgen nog maar eens proberen? Ja, is goed. O, o, dacht Zwarte Piet. Zwart worden kan niet. Zwart worden kan niet. Hé, hey, maak er een witte Piet van. Ja, kijk, dan lukt het wel. O, o, dacht Witte Piet. Niemand die het ziet. Ik ben wit en niet zwart. Toch heb ik een pietenhart.
O Sinterklaas, u bent de baas. Ik verander in een vaas. Nee, ik wil zwart, maar blijf wit. Ik vraag me af, hoe kan dit? Prachtig, prachtig. Dat is echt heel mooi. Nou, gauw naar de naaiklas, want je bent al te laat. Ja, ik ga kijken. Hé, Bas. Je bent wel te laat. Als jij nu eerst eens het kant aan de jurk van Sinterklaas gaat zetten. Kijk, ik heb al een stukje voor je gespeld. Zie je? Ja. Ga eerst even bij Sinterklaas de maat opnemen. Hier is de centimeter. Ja, wat valt er te lachen? Ik ben bang. Wat heb jij op je wang? Wie heeft jou gekust? En nou is het over. Nu gaan we weer verder. Ja. Oh, Bas. Ik heb zo'n last van de ruimte. Ik kan niet meer werken. Waarom gaat u dan niet even zwemmen? Lekker cool. Zwemmen? Zo'n oude man als ik. Ze zouden me uitlachen. Zeker 100 jaar geleden dat ik voor het laatst heb gezwommen. Ik weet niet eens of ik het nog zou kunnen. Ja, jongen. De spieren worden ook wat stijver. Daar heb jij nog geen last van op jouw leeftijd. Ach nee, zwemmen. Trouwens, ik heb geen eens een zwembroek. Echt niet? Nee, niet meer. Gaat het, jongen? Ik ga weer verder met een jurk. Ja, je doet je best maar met je blonde krullen. Bevalt het je hier een beetje, Bas? Ja hoor. Ah, mooi. Zwemmen. Oh. Misschien eigenlijk wel lekker. Nou zijn er al zoveel van die slimme zwarte pieten. En is er nog nooit eentje op het idee gekomen om... pas op. Wat ben jij nog ijverig bezig, Bas? Ja, ik wil de jurk nog afkrijgen. Goed zo. Nou ja, een jurk. Weten jullie al wat het wordt? Ja, precies. Kijk maar. Een zwempak voor Sinterklaas. Daar heeft hij tenminste wat aan. Mooie. Oh, oh, Bas. Wat moest ik zonder je? Voel me gewoon 300 jaar jonger. Dat ik nou nog eens zou gaan zwemmen. En dat badpak dat je voor me gemaakt hebt, het zit geloof ik als gegoten, hè? Ik ben daar heel blij mee. Ja. Nou, daar gaan we dan. Ja, ga maar vast. Sinterklaas niet doen. Sinterklaas, dat gaat niet. Sinterklaas! Kijk hoor. Oh. Wat een opluchting. En moet je kijken. Hij kan nog zwemmen ook. Sinterklaas. Speculaas bakken, pepernotenbeslag, boterletters. Wat is dat lekker allemaal, hè? Zeg, Bas, leer je dat hier allemaal maken? Hé, jongens.
Ja, dat mag toch niet? Kom, ziet op, aan je werk. Nou ja, kijk nou. En het mag niet. Hé, wat maak je nou, Bas? Oh, ik zie het, chocoladeletters. Ja, hé, geen chocolade lange vingers, Bas. Wat doe je nou, Bas? Hé, hey, toverbal, zie je wel dat je zwart kunt worden? Nu doen. Oh, een beetje hier, een beetje hier. Zo gaat hij goed. Hé, laat dat, hou op. Hou op. Naar alle pepernoten nog toe. Wat maken jullie me nu? Grote knutpieten die jullie er zijn. Mijn dure chocola. Deze chocolade is verrukkelijk. En jullie smeren het zomaar. Ik was het op. Chocolademonstertje. Je lijkt wel een Zwarte Piet. Wit staat je toch veel beter. Vooruit, maak schoon. En jullie? Jullie maken voor straf de hele keuken schoon. Zijn jullie nou helemaal? Verrukkelijk. Oh, ik zie het. Dit is de cadeauafdeling. Wat een pakjes, hè. Krijgen Zwarte Pieten eigenlijk ook cadeautjes? Nee, natuurlijk niet. Eigenlijk wel jammer. Van wie is dit cadeautje? Dat is van Piet Petersen uit Purmerend. Ken ik niet. Hé, hey, Paardenfiet begint ook met een P. Sterker ook bij. Ja, hier. Jongen, je hebt wel veel gevraagd dit jaar. Ruimtespeelgoed, computerspelletjes, video's, voetbal. Ja, dat kun je dit jaar wel vergeten. Tuurlijk krijgt een Piet geen cadeautjes. Dat snap je toch wel, Bas Paardenfiet? Als je je pietendiploma maar krijgt, dat is veel belangrijker. Sinterklaas! Nou, Pietermannen. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Vandaag is een belangrijke dag. Vandaag horen jullie of jullie een diploma hebben gekregen. Of niet. Maar morgen is ook een hele grote dag, want morgen vertrekken we op de boot. En dan komen we over een tijdje aan in Nederland. En dan gaan we gezellig in Nederland Sinterklaasfeest vieren met al die kinderen daar. Nou, ik moet zeggen, Piet, jullie hebben heel goed je best gedaan, allemaal. Ja, kijk, er is natuurlijk wel één die beter kan koken dan een ander. En een ander kan weer beter gedichten maken dan er één. En sommige Pieten zijn ook heel goed in het zwembroeken naaien. Maar jullie kunnen allemaal wat. Pedro, de diploma's. Ah, Paolo. En meteen Marcello. Paolo, ik heb van Sorella gehoord. Jij kunt zo goed gedichten maken. Ja, Sinterklaas. Nou, maak eens een gedichtje. Sinterklaas is de baas en hij is dol op speculaas. Dat rijmt. Heel goed. Weet je wat? Jij mag op de boot naast me zitten aan tafel. En dan kan je de hele reis gedichten maken. Want eerlijk gezegd ben ik daar niet zo goed in, hoor. Hé, hey Marcello. Jij bent zo goed op je... rolschaatsen. Ja, op je rolschaatsen. Dus ik vind dat hij in Nederland pakjes mag rondbrengen op zijn... rolschaatsen? Ja, natuurlijk. Hier is je diploma. En dan hebben wij... ah, Fiducio. Jouw boterletters zijn om te smullen. Goed zo, gefeliciteerd. Fiducio. Oh ja, pas je Paardenfiet.
Basje Parlevliet. Vanaf nu heet jij Sebastiaan. Dat vind ik veel mooier voor een Piet, vind je niet? Ja. Sebastiaan. Sebastiaan. Nou, jij hebt het me wel moeilijk gemaakt, hoor. Want ik had nog nooit een witte Piet gehad op mijn Pietenschool. Maar een witte Piet die wel alles kan, hoor. Jij kan klimmen, klauteren. Zwemmen, Sinterklaas. Zwemmen, Sinterklaas. Koken, Sinterklaas. Koken. Gedichtjes maken. Gedichten maken. Cadeautjes inpakken. Bruin worden. Zijn niet zo flauw, hè? Anders geef jij je diploma maar terug. Nee, jij kunt echt bijna alles. Je spreekt ook al een woordje Spaans, hè? Olé! Olé! Ja. Ja, er is één ding, Sebastiaan. Kijk, je bent een vriend geworden, hoor, van ons allemaal. En je kunt alles wat een Piet moet kunnen. Alleen je ziet er niet uit. Dus kan je dus niet meenemen naar Nederland, want... Nee. De kinderen in Nederland zouden gewoon niet geloven dat hij een van mijn Pieten is. Maar ik heb wel een verrassing voor je. Jij mag hier op mijn paleis blijven passen. En als ik dan terugkom... Dan zorg ik voor jou. Jij zorgt heel goed voor mij. En wij zorgen voor elkaar. Is dat niet fijn? Alsjeblieft, Sebastiaan. Zo, volgende. Aha. Ja, dat is goed waardeloos, Bas. Ik ben het met je eens. Je doet zo je best. Je krijgt een Pietendiploma en een Pietenpak. En dan mag je niet mee naar Nederland. Hé, Bas. Mooi pak heb je. Ik zoek wel een mooie kaart in Nederland uit en die stuur ik dan op. Oké? Komt allemaal wel weer goed, hoor. Ik moet nu weg, want ik moet mijn spullen inpakken. Tot zo. Goed waardeloos, hè, Bas. Hé, wat zit je nou te denken? Je wilt je toch niet weer op de boot verstoppen? Wat krijgen we nou? Je hebt je al verstopt op de boot. Nou, dat heb je snel gedaan, Bas. Ja, en een heel goed verstopplaatje. In de pakjeskamer. Bas, die cadeautjes, die zijn niet voor jou, hoor. O, Bas, je gaat dat cadeautje toch niet openmaken? Dat is niet voor jou, Bas. Pas op. Weg. Zo. Dit is alles wat we moeten in. Dit is het laatste. Kijken we alles hebben. Dit bosje. Wauw. Met mandarijnen. Dat kan je wel gebruiken onderweg naar Nederland. Pas op, hè, Bas. Pas op. Wat is dat nou? Gaan de zwarte pieten van boord af? Dan zijn we in Nederland. Bas, je hebt je verslapen. Wakker worden. Wakker. We zijn al in Nederland, jongen. Sinterklaas is al lang van boord af. En je wilde hem toch verrassen? Hoor dan, de scheepstoeter. Schiet nou op. Schiet nou op, Bas. Ja, pak je spullen bij elkaar. En ga van boord af. Ja, niks vergeten. Zo. Ja, kijk dan. Kijk de andere kant op, Bas. Kijk, zie je wel? Daar lopen alle zwarte pieten al. En Sinterklaas ook. Holle! Sinterklaas, een handje van winter aan zijn mond. De zingen en de springen.
Wat kunnen jullie mooi zingen. Daar hebben jullie vast heel erg op geoefend. Angela, wil jij eens even bij Sinterklaas komen? Kom eens even weg. Moet je springen. Spring, spring, spring dan. Ja, je springt niet. Spring dan. 1, 2. Oh. Nou zeg, zit je lekker. Hoe gaat het met je, Angela? Oh, Sinterklaas, wat is er? Kijk nou eens. Wat een witte Piet, een witte Piet. Wel, alle meters nog aan toe. Sebastian, wat doe jij nou hier? Je wilt toch niet zeggen dat je je weer op de boot hebt verstopt? Dat is me nou toch ook wat, zeg, een witte Piet. Oh, kijk eens. Dat is wel weer aardig van je. Bas! Hé, hey, die kent jou, hè? Sebastian, Sebastian. Ik zou je eigenlijk terug moeten sturen naar de boot. Ja, ja. Blijf nou maar hier. Ja. Misschien dat we een witte Piet toch wel kunnen gebruiken. Jongens en meisjes, mag ik jullie voorstellen? Witte Piet Sebastian. Witte Piet Sebastian. Wat een eer. Gefeliciteerd, Bas.